Hallo, hier ben ik weer. Mijn tweede thriller, de politietriller De Zonnewendemoord, is intussen uitgebracht. En ik ben bezig aan de verkoper van... Dus ik hoop dat ik daar toch wel fatsoenlijk wat boeken van kan aan de man brengen. Maar intussen zit ik niet stil, de schrijfmicrobe heeft me echt te pakken. En ben ik bezig aan mijn volgende thriller, alweer een politietriller, rond Joris van Hout. En hoe kom je bij een plot terecht? Wel, soms op een heel rare onverwachte manier. Ik keek gisteren naar een programma op History Channel, uh, The Truth Seekers, en dat ging over de Bermuda Driehoek. En na afloop van het programma viel mij een idee in voor een boek. Met name, in brede woorden, er drie onverklaarbare verdwijningen vastgesteld en een journalist van het Belang van Limburg gebruikt daarvoor de term de Breesse Bermuda Driehoek. Hij gaat daarin heel ver, begint er een podcast over, een TikTok-kanaal en begint de mensen te motiveren om te geloven in een soort complottheorie. Dat maakt het het rechercheteam van Joris van Hout extra moeilijk om deze verdwijningen, misschien wel moorden, op te lossen. En hoe alles afloopt en zich ontwikkelt, dat lezen jullie hopelijk binnen een zestal maanden, wanneer ik het boek rond eind oktober denk of hoop uit te brengen. Ondertussen hou ik jullie wel regelmatig op de hoogte van plotwendingen en hoe het schrijfproces eh, vordert. Voilà, prettige dag nog. Prudje's, dag.